Max Tailleur was een bekende Nederlandse moppentapper. Hij bedacht duizenden moppen en vooral zijn Sam-en-Moos moppen zijn onsterfelijk geworden. In 1971 begon hij met de Geinlijn. Dat was een telefoonnummer dat je kon bellen om de mop van de dag te horen. Sam en Moos lopen door de Kalverstraat. Sam ziet een spiegel op straat liggen. Hij pakt de spiegel op, kijkt erin en zegt: "Hé, die gozer die ken ik." Waarop Moos de spiegel afpakt en ook in de spiegel kijkt en zegt: "Tja, logisch, dat ben ik." Flauw, maar ook onweerstaanbaar. Want de volgende dag belde hij weer. Wie weet het nog?